Ja, gisteravond begon ik te hoesten. En het werd steeds erger. En last van mijn keel. En hoofdpijn. Dus met andere woorden, de griep te pakken. Nee, de griepprik niet eens, niet gehad nog. Nee, dat moet eigenlijk nog, maar die haal ik nooit. Ja, nou zien jullie het. We gaan dit even netjes openmaken. Dus we zullen het even beleven. Ik pak er ook een schaar bij, want ik heb het grote. Dus het schaartje. Ja, lieve vrienden, jullie zien het al, ik ben niet opgemaakt. Maar dat vertel ik zo. Ik wil jullie eerst natuurlijk weer een welkom wensen bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Gisteren heb ik niet gevlogd in verband dat deze mobiel helemaal vol zat. Die moest ik eerst zien leeg te krijgen, wat in eerste instantie totaal niet wilde, maar verdubbelde. Ook al vervreemd iets. Maar op een gegeven moment is het toch allemaal gelukt en het staat nou ook op de pc. En er staan nog maar een paar dingetjes op deze, dat wou ik gewoon zo behouden. Dat hoort bij die telefoon.nl. En ja, gisteravond begon ik te hoesten en het werd steeds erger. En last van mijn keel. En hoofdpijn. Dus met andere woorden, de griep te pakken. Nee, de griepprik niet eens, niet gehad nog. Nee, dat moet eigenlijk nog, maar die haal ik nooit. Dus je wordt even goed als ziek. Ja, maar met de griepprik word ik zelf nog zieker. Dat heb ik één keer meegemaakt, nou nooit weer. Nou ken ik, ik ben hartstikke ziek, maar ik heb nooit geen koorts. Nee, dus ik ken wel naar buiten. Oké, vanochtend vroeg was er al een pakketbezorger geweest dat ik nog op mijn bed lag. Want ik heb natuurlijk lang op mijn bed gelegen, want je slaapt haast niet en je wilt toch je slaap hebben die je nodig hebt. Maar lag er een briefje in de brievenbus dat een pakket is. Ja, dat en dat besteld en dat moet door de brievenbus kunnen. Maar ik heb nou ook nog een ander pakket en daar vlog ik straks over, want die moet vloggen met openen, want ik weet waar die ik vandaan heb, maar dat komt straks. Ik laat jullie maar eventjes zien. Oeh. Dat is het pakketje. En dan gaan we straks mee verder. Ja. Gaan we straks mee verder. En dat moet ik opsturen. Maar dat moet eerst ook mee aan de gang. Het is hier hopeloos dat het gaat. De piek ligt nog steeds op tafel. Die moet naar boven. Maar ja. Komt wel. Het hangt me niet op mijn rug. Dus ik hoef het ook niet mee te dragen. Nee. Hé? Nee. En het is vandaag trouwens zaterdag 19 oktober. En we leven om 14:58. Dus zeg maar 3 uur. Dan gaat die klok al, die is 3 minuten voor. 3 minuten voor vind ik niet zo erg, want dan ben je tenminste op tijd als je weg moet. Op bepaalde plaats ben je tenminste daar op tijd, dan ga je 3 minuten van tevoren weg. Mijn horloge die heeft het nou nog steeds 58, dus hou jij eens even op. Maar oké, lieve vrienden, ik kom zo meteen weer terug met dat pakketje. Ik ga eerst nog voor mijn diertjes zorgen en voor mezelf. Ja, ik weet, ik zie er niet uit. Ik heb ook mijn haar gekamd en hou wat haarlijk erin, zodat het een beetje blijft zitten voor de rest. Noppen. Ja, geen zin in, geen vet voor. Bekijk het maar. Ja, eerst maar weer opgeknapt heen gaan. En ik ben nou net ziek geworden, dus ja. Wil niet, nee. Hou eens even op, jullie te likken bekken. Baba. Zelf, dat doet u zeer, hè? Heel vreemd. Maar ja, oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is heel vreemd weer. Wat ik wel weet, is dat mijn broer vandaag, en mijn schoonzus uiteraard, en Bono, vandaag overgaan van Friesland hier naar Den Helder. Dus ja, helemaal geweldig. Ja, ik ga er nou niet naartoe, want loop ik in de weg. En ik ben ook ziek, dus steek ik een andere aan. Dus nee.
Ze zullen wel andere hulp hebben van familie. En de vorige keer van de week gingen ze ook met een aanhanger vol erin. Die hielpen de buren al. Dus ja, wat wil je nog meer? Dat is toch leuk, gezellig? Dat zou ik hier niet hebben hoor. Dat de buren me wat dat gaat helpen. Nee. En is het mijn vloer? Nou, ik weet niet of het hebben moet. Maar dat moet ook vervangen worden. Maar er moet eerst money voor wezen. En dat heb ik ook niet. Dat moet ik besparen. Maar als ik het er bij wijze van spreken wel zou hebben, nou, wie moet vragen? Ik kan mijn meubels niet aan de andere kant van de kamer zetten. Dat lukt niet, dat eerst de ene helft wordt gedaan en dan de andere helft. Dat gaat niet. Meubels moeten allemaal eruit in een of andere container. Nou, daar heb ik het geld ook niet voor. Ja, want die vloer moet geëgaliseerd worden in een al. Nou, dat kan ik niet. Nee. Maar oké, doet er allemaal niet toe. Ja, dan heb ik gewoon pech. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en doe het met lach. Ja, probeer ik ook ondanks alles te doen, maar de dieren, die... Ja, moet je maar uitkijken. Zo. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Lieve vrienden, ik zou weer terugkomen vanwege dat pakketje. Die gaan we openmaken. Die heb ik van Kirsten van Strik gekregen. Zij zit ook op YouTube en het was haar idee met Karin en met mij een pakketje te maken. Zij zou er eentje maken en naar mij toesturen. Dan zou ik er eentje maken, zou ik haar weer toesturen. En zo draaien we het cirkeltje rond. Ja. Dus ja, Kirsten, ik heb hem binnengekregen. Wat erin zit, Joost mag het weten. We gaan hem uitpakken. Dus ja, kijk gezellig mee. Ik zal even die poot nog weer even... Die moet zo, kom op. Dan zien jullie twee keer niks, geloof ik. Ik weet even niet hoe ik dit moet hebben, hoor. Even geduld. Die poten die moeten... Precies zo en niet anders. Die zo. Nee, dat gaat zo. Geloof ik. Dan moet die ook nog een stukje zo. Dat moet omhoog. Zo. Dan moet die weer terug. Zo. Ja, nou zien jullie het. We gaan dit even netjes openmaken. Dus we zullen het even beleven. Ik pak er ook een schaar bij, want ik heb een troze. Dus een schaartje. Gaat misschien wat makkelijker. Hier en daar. In die oven. Ik weet niet of daar nog wat in zit. Ja, het voelt er wel naar dat er wat in zit. Kijk, weet je waar ik zo'n hekel aan heb? Aan die stik van de post. Oh. Nou, hebben we eerst de kaart. Nou, kijk dan, dat vind ik lief. Is dat speciaal voor jou? Nou, kijk nou, lieve Corina, heel veel plezier met deze cadeaudoos. Hopelijk vind je het leuk, want ik heb wat ik heb gekocht. Groetjes, Kirsten. Ja, ik ben de N vergeten. Kirsten van Overschijk. S-H-E-I-K. Nou ja, dat ben ik. Ik heb het gekopieerd vanaf Facebook. Maar ja, het zal. Dus ja, van het 4T-kanaal. Volgende strikje. Nou, hoe lief. Toch? Ja, geweldig. Nou, even deze. Ik scheur het kapot hoor.
zak op gedaan hebben in een schoenendoos. Leuk. Die daar even. Nou, dan hebben we weer een cadeautje. Oh, ik zet even die doos in die deksel. Lijkt me een trakplan. Zo. Oh jeetje. Oh, deze wat vreselijk. Ah kijk, 3D. Kun je 3D plaatjes maken, kaarten. Heb ik vroeger ook al gedaan, 3D kaarten maken. Nou ja, is toch wel weer leuk. Dankjewel. Hope you enjoy. Ja, dat is leuk. We moeten nog even neerleggen. Daar naar bovenop. Nou, dan heb ik weer een cadeautje. En er zitten er nu nog twee in. Nou, we zullen het beleven. Schaartje. Je weet wel je plakband te gebruiken, schat. Ja. Je lijkt mij wel wat dat er gaat. Ja. En dan is het ook nog de kunst het papier heel te laten. Ja. Oh. Nou, dat lukt dus niet, hè? Dat begrijp je wel, hè? Ik hoor je al lachen. Geurverspreider. Aha, oké, dankjewel schat. Dankjewel. Hoe leuk. Nou, dan gaan we naar de volgende. Voilà. De ene kant gaat makkelijk en de andere kant wil weer iets niet. Goed hè? Oh, dit heeft ze geklapt gisteren op Facebook. Ja, voor mijn hondje. En die was uit houden. Frodo, kijk eens. Hallo. En die slaapt. Die kijkt niet eens. Die ligt gewoon lekker te slapen. Nou, nog eentje. Daar. Altijd leuk, hè? Verrassingspakketje. Nou, we moeten het wel weer willen. Dat gaat dus ook weer niet. Daar komt ie. Ah, oh, en dit is voor de poezenbeestjes. Ah, oh, wat lief. Eeuwen in Kandalfie. Dankjewel, lieve schat. Hartstikke bedankt. Zo, dan moet ik weer die camera weer goed zien te zetten. Zo. Nou, dat vond ik schitterend. Hartstikke lief, meisje. Ja. Hartstikke lief. Ja, nou ben ik aan de beurt geloof ik, toch? Ja. Nou moet ik voor jou weer zorgen. Ik gebruik hetzelfde doosje ervoor. Ja, dat is al zo makkelijk. Want het is hier al een probleem om aan een doosje te komen, ja. Maar ja, ik praat nog ook even met jou op Facebook. Want ik heb eventjes ideeën nodig om voor jou leuk, een leuke doos te doen. Dus ja, ik weet niet waar jij van houdt, et cetera. Dus ja, maar het komt wel goed hoor. Ja, zeker. Ik spreek je wel aan en dan komt het allemaal goed. Enkel wanneer, weet ik nog niet. Je ziet het wel aan mij, hoe ik eruit zie. Ja.
Maar oké, hartstikke bedankt, lieve schat. En ja, nou krijg je er een van mij. En ik hou je gewoon ervan op de hoogte. En het zal na het weekend worden dat ik dit weekend rust heb. Want ik heb knallende hoofdpijn, zoals je ziet. Ik ben ziek. Ik hoest mij uit elkaar zo wat. Ik heb pijn in mijn keel. Ja, een beetje grieperig, maar het komt allemaal wel weer goed. Ja. Zo zeg, lieve schat, geniet verder van het weekend. En ja, hartstikke leuk, meis. Echt gaaf. En rozen, de gekke rozen, weet je dat? Ja, Bordeaux rode rozen. Dus, maar dat komt wel goed. Ja, enkel de... Zo, moet je dat kunnen lezen? Nou, reken er maar niet op. Dat kan ik niet hoor. Dat is zo ontzettend klein. Ja. Maar dat komt ook goed. Lieverd, ik zeg het tot later. En geniet van alles wat je doen gaat. Ik zeg het ook, lieve vrienden. Jullie hebben meegenoten van wat ik heb gekregen van Kirsten. Dus ja. Ga ook op haar YouTube-kanaal kijken. Wat staat er in die kaart? Wat staat in die kaart? Van het, ja, ik laat het zo even zien, misschien dat het beter is. Dan kunnen jullie ook naar haar toe gaan. En je eigen daar ook gratis abonneren op haar kanaal. Dan komt het allemaal op goed. Nou, die hang ik daar weer op. Bij de... andere. Ja, ik kom daar te hangen. Ik zal het gelijk ophangen voor je. Dat is wel leuk. Die komt gewoon. Kijk. Daar te hangen. Dat is wel leuk. Ja, nou, dankjewel nogmaals. En ik zou zeggen tot de volgende ronde, lieverd. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes retour, want ik wil even de boel een beetje recht zetten. Ik had er net samen met jullie een heel leuk, mooi pakket geopend. Die ik had gekregen van Vloggende Strikje. Ja, zoek maar op YouTube op, want ze is ook een hele goede, lieve vlogster. Onze Kirsten van Strik. En daarom... haar YouTube-kanaal heet Vloggende Strikje. Helemaal leuk. En ja, wij zijn van plan om hiermee door te gaan. Om elkaar een pakket te sturen. Wil jij ook zo'n pakket? Dat kan. Ja, meld je dan even aan. Zowel bij Vloggende Strikje. Zowel bij Mrs. en Mr. in Love. Oftewel Karin en Roderick. En bij mij natuurlijk. Ja, want het is hartstikke leuk. Kun je ook zo'n pakket verwachten. Ja, en dan is het natuurlijk wel eventjes uiteraard adressen wisselen, maar dat doen we privé. Dat doen we niet op het kanaal, nee. Een ander hoeft dat niet te weten. Het is alleen voor diegenen die er aan mee willen doen. Dus ik zou zeggen, abonneer je. Zo bij Mrs. en Mr. Love, oftewel Karin en Roderick Staalman van de Werf. Of bij Kirsten van Strik. Ons volgende strikje, oftewel het volgende strikje, hè, kom niet uit mijn woorden. En bij mij, Corina Luisterburg de Jong, oftewel Corina en de Beestenwolf. Abonneer je en vergeet niet om op het belletje te klikken en die duim omhoog te doen, hè. Ja, like het, ook al vind je het niet leuk, like het toch even, ja. Gewoon even doen, ja, kom er gezellig bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, enkel ja. Karin en Roderick die gaan naar een week een vlog toe. Omdat die het door de week te druk hebben. Kan gebeuren. En ik ben momenteel ziek, dus het zal ook wel eens een keer wezen. Dan kan toch helemaal niks doen. Kan er niks aan doen. Als je ziek bent, ben je ziek. En je moet eerst uitzieken, vind ik. Ja. Maar in ieder geval, zolang ik mij eigen goed voel om het even nog te doen, doen we dat. Jullie mogen best weten dat ik ziek ben en dat ik niet in orde ben of wat dan ook.
Ja, of dat verdriet heb, daar hou ik, dat vind ik helemaal niet erg. Dat mag een ander best weten. Simpel. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie namiddag. Het is inmiddels 11 minuten over 5, dus het is namiddag. En ik zou zeggen, we spreken elkaar wel weer. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei! Throw a rock into a pond. Ripples fade away.